We zijn hier gekomen omdat we de buurt, de mensen die er belang bij hebben, om die nog eens goed in te lichten van wat er allemaal gaat gebeuren met de site Spoor Oost. Wat wij als buurtvereniging willen, is dat daar een groene zone komt, waar de mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar tal van accommodaties zijn voor sport, voor de jeugd, voor iedereen die daar wil gebruik van maken. Dus dat wilden we nog eens helemaal duidelijk stellen. En dan het hoofddoel was van de mensen aan te zetten tot een bezwaar in te dienen tegen de bouwplannen die de stad voor deze site heeft. De schepen van stadsontwikkeling plaatst voorlopig nog een vraagteken bij de verhuis van de Sinkse Voor naar Borgerhout. Hij wacht nog op de voorkramers die niet gewonnen zijn voor Spoor Oost. Maar de buurtbewoners willen graag duidelijkheid. De inhoud van het infocafé, waar gaan we het vanavond? Wat willen we aan jullie vertellen? Of waar mogen we ook vragen over stellen? Uiteraard tussendoor. Oké, nog eens even kort van wie zijn we? Waarvoor staan we juist? Wie is de bewonersvereniging? Je hebt ons misschien al ter nauwere nood of heel veel mails van ons gekregen. Als je op de nieuwsbrief bent ingeschreven, dan gaat je dat wel weten. Maar toch nog eens even kort wie dat we zijn. Hoe is de korte voorgeschiedenis van hoe is het traject al gelopen? Wanneer is eigenlijk heel het idee van dat park Spoor Oost begonnen? En welke dingen zijn er al gebeurd? Uiteraard dan het belangrijkste is, wat is er beslist door het stadsbestuur? Dan gaan we naar de plannen kijken. Wat is er effectief aan plan voor park Spoor Oost gekomen? Om daarna dan te kijken van, ja, welke problemen zijn er vanuit uiteraard van onze optiek aan dat plan ter realisatie van dat park. En daarna, en dat is dan het belangrijkste, dat is dan de eerste tool of het eerste gegeven dat jullie willen aanreiken in hoe dat we het samen Spoor Oost beter kunnen maken, is als binnenkort de bouwvergunning wordt aangevraagd, ja, hoe je dan een bezwaarschrift kan indienen. We hebben daar ook een model voor, ik ga het even toelichten. En hoe dat je dat kan gebruiken, wat je daarmee moet doen. En dan achteraf is het, kan je nog gewoon aan ons, als je wil, vragen stellen, of kan je in elkaar uiteraard nog babbelen, erover uitwisselen wat je denkt dat Spoor Oost moet worden. En dan horen we graag en hopen dat jullie daarmee voldoende informatie hebben om mee te doen. Goed, voilà. Zijn er nu misschien al, als jullie de presentatie gaan beginnen, zijn er al vragen van mensen die ze zeker beantwoord willen hebben? Is er iets dat je zegt van, ja, hetgeen dat je nu hoort van, komt dat erin voor of komt dat erin voor? Dan kan ik dat misschien al, kunnen we dat al noteren of neerschrijven of onthouden. Het is een beetje vergelijkbaar met die van Park Spoor Noord. Het Spoor Oost is ook een rangeerstation. Wordt nu nog gebruikt als carwash, als onderhoudsplek voor treinen. Maar het grootste deel van de site is eigenlijk in gebruik. Er loopt nog een ringspoor rond. Misschien weet u dat nog wel, dat vroeger Antwerpen verbond was met allemaal kleine stationnetjes. Die kleine stationnetjes zijn weg, maar het ringspoor zelf wordt nog wel gebruikt voor goederenverkeer tussen Roosendaal, Essen en Antwerpen. Nu, je ziet het daarboven staan, de bestemming van Spoor Oost is een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. De omwonenden van Spoor Oost zijn boos omdat ze vinden dat de schepen te weinig informatie geeft en dat er niet ernstig naar de buurt geluisterd wordt. Ze willen meer zeggenschap over de toekomst van het terrein. Je hebt tegengestelde belangen. Hè. Langs de ene kant heb je de Sinkse Voor met die mensen die hun brood moeten verdienen. En langs de andere kant tienduizenden mensen die hier wonen, die behoefte hebben aan groen, aan ruimte. En dus wij vinden als buurtbewoners dat die tienduizenden mensen hier in de buurt, dat dat probleem groter is. En vandaar dat wij dus kiezen voor geen Sinkse Voor hier op deze site. Natuurlijk, als die er wel komt, dan zullen er maatregelen moeten getroffen worden in verband met geluid, in verband met het verkeer. Want dat gaat hier enorm veel drukte zijn, gaat enorm veel auto's betekenen die hier komen, die hier willen parkeren enzovoort. En dat gaat voor onze buurt een zware belasting zijn. En daar willen wij tegen ageren, daar willen wij tegenwerken. Dit zijn dan die parken aan de koppen en zoals iemand al gezegd, deze zone lijkt heel erg park, maar dat is eigenlijk
semi-parkeren. Dus voor de piekvraag die ontstaat als er grote evenementen zijn in het Sportpaleis en of Lotto Arena, dan worden die ook ingezet als parkeerplaatsen. En dat betekent dat ze in het beste geval, zoals ik heb begrepen, worden ze uitgevoerd in grasbeton, als ik dat term goed heb onthouden. Dus dat is maar een soort van beton waar door gaten heen gras groeit. Dus je kunt er auto's op zetten, maar een echt gazon is het natuurlijk ook niet. Het grootste deel van het terrein wordt natuurlijk gedomineerd door echt permanente parkeerplaatsen. Waarbij dan nog wel wat beleiding is aangebracht voor sportvoorzieningen, maar ja, wat natuurlijk niet het karakter van een park heeft. En dan voor de ontsluiting. Dus de hoofdontsluiting wordt eigenlijk hier voorzien al aansluitend op die nieuwe aansluiting op de Hollandse knoop van de Oosterweelverbinding. Nu heb ik zelf het collegebesluit ook nog niet zo lang gelezen, maar ik leid er niet helemaal uit af wanneer die aansluiting aangelegd wordt. Ik vermoed dat dat gaat gebeuren in het kader van de plannen voor de single. Maar ik denk dat er een fase zal ontstaan waarin er wel al een CITES-spoor Oost is, maar nog geen centrale aansluiting. En dan zou je alleen nog maar de secundaire aansluiting hebben, zoals ze dat noemen, en dat is via de buurtspoorweglijn. In de definitieve situatie, zoals ik al zei, is dit veruit de belangrijkste. Die biedt ook de grootste capaciteit voor verkeer, om verkeer aan te voeren en af te voeren bij grote evenementen. Maar met name aan het eind van de evenementen, als iedereen eigenlijk op hetzelfde moment zo'n beetje weggaat, dan is ook die buurtspoorweglijn nodig om gewoon het verkeer weg te kunnen werken. Maar ik vermoed dus dat als Spoor Oost al voor een deel die parkeerfunctie gaat bieden, maar die centrale aansluiting is er nog niet, of nog niet volledig, of nog niet volledig functioneel, dat er wel eens veel meer verkeer via die buurtspoorweglijn zou kunnen rijden. Er is tekort aan parkeerplaats en er is tekort aan groen. Dat zijn beide tekorten. Groen kan je niet zomaar overal neerzetten. Dat moet in de buurt gebeuren waar groen nodig is. Hier in Borgerhout hebben de mensen heel weinig groen. Dus groen moet hier in de buurt komen. Auto's daarentegen, die kunnen rijden. En die kan je dus een parkeerplaats bieden die verder uit de stad ligt. En daarvoor hebben wij alternatieven gezocht. Welke parkeerplaatsen zijn er in de buurt? Die zouden kunnen gebruikt worden voor als er in het Sportpaleis iets te doen is. We denken aan Weinigem Shopping Center, we denken aan het Parkje van de Gamma. Een tal van andere kleine parkeerterreinen worden niet voluit gebruikt. En wij willen dus dat die wel eerst voluit worden gebruikt. En tussen haakjes, de parkeerplaats die hier zou komen is niet voor de buurtbewoners. Die parkeerplaats is voor de mensen die het Sportpaleis gaan bezoeken. Dus het lost ons parkeerprobleem hier in deze buurt zeker niet op. Wel kijk, de Sphinx Four gaat hier waarschijnlijk wel komen. Alhoewel, pas gisteren dacht ik het nieuws de ronde deed dat de mensen van de Four hier dus niet willen komen. Ja, ze vinden deze plaats niet geschikt. Ligt te ver buiten de stad. Is niet interessant. Daar zijn geen cafés, daar zijn geen accommodatie aanwezig. Dus eigenlijk willen ze hier niet komen. Maar de stad zegt van, kijk, er is hier geen andere locatie. Dus jullie zullen moeten komen. Hè. Vandaar dat waarschijnlijk de Sphinx Four hier wel gaat komen. Nu, voor ons is dat een beetje moeilijk, want wij willen die mensen van de Sphinx Four helemaal hun job niet ontnemen. Hè. Die mensen moeten ook hun kost kunnen verdienen, dus wij weten ook dat ergens die mensen naartoe moeten. Een vijftigtal leden van GroenPlus, de 55-plussers van de partij Groen, zijn vanmiddag samen met federaal fractieleider van de Groene, Christophe Calvo, even te gast bij het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol. Ze zijn ervan overtuigd dat de toekomst van het SCK niet ligt in de promotie van kernenergie. Het studiecentrum zou volgens hen moeten inzetten op het veilig ontmantelen van de kerncentrales en moet een oplossing zoeken voor het probleem van het bestaande kernafval. Ik kom mee betogetje. Betogen? Ja, actie voeren tegen nog eens de zoveelste keer de kernreactoren. Ik ben bang. Ik woon op Linkeroever, dus ik ben mee van de eerste slachtoffers. Maar ik denk dat dat voor iedereen in Antwerpen een even groot gevaar is. Ja, maar angst, is dat waar? Ja, ik heb angst in die zin niet zozeer meer voor mij. Maar voor mijn kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen. Wat gaan wij voor wereld achterlaten? Daar ben ik bang voor. Zilverblad is het blad van GroenPlus, waarin dat we eigen standpunten benadrukken, dus binnen Groen. Standpunten van ouderen.
En deze actie past daar perfect in? Die past er inderdaad perfect in. Hè, want het is dus niet enkel artikels die mensen kunnen interesseren, maar evengoed dus opvolging van activiteiten, aankondiging van activiteiten. Dus daar is zeker plaats voor. Groen wil dat er volop ingezet wordt op alternatieve energieproductie, zoals onder meer geothermie, waar de buren van Vito onderzoek naar voeren. Ook in geothermie speelt de Kempen een prominente rol. News, business, life. Afrika 24. Les infos du monde pour l'Afrique. Les infos d'Afrique pour le monde. De Malabo à Nairobi, de Tunis à Cape Town, Africa 24 vous guide au cœur de l'actualité internationale et de l'actualité africaine. Avec Africa 24, le monde s'ouvre à vous grâce à un réseau exceptionnel de correspondants. Disponible en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord. Africa 24 est une analyse complète de l'actualité africaine et internationale. À chaque heure. Africa 24 est la première chaîne mondiale d'information pour l'Afrique et par l'Afrique. Les infos du monde pour l'Afrique. Les infos d'Afrique pour le monde. Africa 24. News. Business. Life.